Wie krijgen dit allemaal? De voedselbank in Almelo, mede dankzij ondersteuning uit Wierden en vooral uit de gemeente Terbergen, waar de broederlijke Club Lions Terbergen heel veel heeft gedaan om daar ook boksen neer te zetten, zodat we veel meer punten hebben opgehaald dan vorig jaar. Het gaat om punten eigenlijk, hè? En die worden ingewisseld. Hoeveel pakken hebben u hier wel niet? 1226 als het goed is. Ik heb ze niet nageteld, maar het lijkt er aardig op. De koffie is voor de Voedselbank Almelo en de ervaring leert dat ze hier een goed jaar mee kunnen doen. En ja, wij proberen dan nu voor de vierde keer om dat voor elkaar te krijgen. En dit is eigenlijk een hele mooie opbrengst, terwijl je zou zeggen van ja, als je het zoveel jaar achter elkaar doet, dan moeten die punten toch een keer op zijn. Ja, misschien wel, maar er zijn altijd weer nieuwe mensen die nog een kelder hebben waar wat in zit. En men spaart tegenwoordig omdat men er rekening mee houdt, nu de punten al direct. Hè, zodat je na een jaar toch weer een aardig aantal puntjes verzameld hebt. Ja. Nou, heeft Lions nog meer acties? Natuurlijk, we hebben het hele jaar door. We hebben net een wijnactie gehad. Daar hebben we gedoneerd aan de boodschappenmand en aan, tegenwoordig heet dat Stichting Leen dat Vriel. Het is voor begeleiding van terminale patiënten, om de familie te ontlasten. Dus dat hebben we gedaan en dan hebben we op 23 juni, dus echt in de zomer, hebben we een zogenaamde cabrio toertocht. Dus dat is geen puzzelrit, maar is gewoon een route rijden en op plekken komen waarvan mensen uit Almelo zelf zegt, goh, daar zijn we nog nooit geweest. Uit het voor cabrio's en daar hopen we een minimaal 5.000-6.000 euro mee op te halen. Mede dankzij de sponsoren kunnen we dan zo'n bedrag bij elkaar krijgen. Voor de Special Heroes, dat is een landelijk werkende stichting, met als oogmerk kinderen met een beperking, zij het lichamelijk, zij het geestelijk, te laten integreren met gezonde kinderen, zeg maar. Om ze aan sportactiviteiten deel te laten nemen en aan culturele activiteiten. Ja, en dat programma Veiligheid, wat mede vanavond met andere programma's aan de Raad gepresenteerd wordt, is erop gericht om juist ja, dat plezierige samenleven in onze gemeente ook vast te houden. Is het een teken van de tijd dat er meer aandacht is voor veiligheid en zorg op straat? Nou, ik denk wel dat je met elkaar oog moet hebben voor het feit dat we regels hebben om een plezierig leefklimaat met elkaar te hebben. Ja, daar hoort ja, ontegenzeggelijk ook bij dat je die regels ook handhaaft. Hè. Dus mensen die regels overtreden en die dat plezierige leefklimaat bedreigen, ja, daar moet je ook een antwoord op hebben als gemeenschap met elkaar. Hoe verklaart u het feit dat de burgemeester steeds meer bevoegdheden krijgt? Ja, dat is een ontwikkeling die je eigenlijk al de afgelopen jaren op gang ziet komen. Dat met name op het vlak van openbare orde, en dat is eigenlijk het verzamelbegrip voor op een prettige manier samenleven en een rustige samenleving hebben met elkaar. Ja, dat is niet alleen maar een taak voor de politie of voor justitie om daar wat aan te doen. Maar juist in de breedte van zorgverlening, welzijn, het helpen ook van mensen. Maar ook tegelijkertijd ervoor zorgen dat het veilig is. Niet alleen in criminele veiligheid, onveiligheid tegengaan, maar ook sociale veiligheid bevorderen. Ja, dat is iets wat heel ver bij de gemeente wordt ondergebracht. Ja, en dan komt het vaak op het bordje van de burgemeester terecht. U heeft aan het begin van het politiek beraad inspreektijd gevraagd. Ja. Waarover ging dat precies? Dat ging over het uitzettingsbeleid in zijn algemeenheid, veroorzaakt eigenlijk door het uitzetten van patiënten van ons, een gezin dat daar niet om gevraagd heeft uiteraard, en we maken ons daar grote zorgen over. Wat verwachtte u van de uitkomst, te meer daar een rechtelijke uitspraak ten grondslag ligt en lag aan de uitzetting van het gezin? Ja, het is dus een uitspraak van de civiele rechter, niet van de bestuursrechter. Ik verwacht van de gemeenteraad dat ze de burgemeester aanspreken op zijn beleid. In die zin dat men erop staat dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. De gemeenteraad geeft hier aan dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Want, zegt men, de rechter heeft beoordeeld dat in het ene geval wel uitzetting, in het andere geval geen uitzetting. Maar het zijn twee verschillende rechters. En dat komt omdat er twee verschillende insteken gekozen zijn. In het ene geval de bestuursrechter en in het andere geval de civiele rechter. En in beide gevallen had de bestuursrechter hier uiteraard een oordeel over moeten vellen. En niet de civiele rechter.
ondermijnende criminaliteit. In, laat ik het goed zeggen, in de gemeente zien we een teruggang in de opvallende criminaliteit. Zoals inbraken, dat neemt allemaal af. Vernieling neemt allemaal af. Al die criminaliteit waar we ons aan storen en die ons ook verontrust, dat neemt af. Tegelijkertijd zien we een toename van ondermijnende criminaliteit. En dat moeten we dus tegengaan met elkaar. En dat is bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld, illegale hennepteelt, illegaal gokken en uitbuiting. Door de schoonheidswedstrijd. Oh, ja. Dat vonden ze ook niet natuurlijk. En damesbladen, hadden ze ook niks mee. Ik weet niet of er 50 jaar of wij dat meemaken, denk ik niet. Het zorgen, er blijft toch meer in vrouwen zitten dan in een man, denk ik. Okay. Krijgt Jerry dan gelijk? U doet de lezing over de jaren 60, 70. Wat vindt u verbeteringen nu? In 2019 ten opzichte van toen? Een van de belangrijke dingen is dat vrouwen meer mogelijkheden hebben om te participeren in de maatschappij. En dat ze ook als ze kinderen hebben, die er niet altijd per se 24 uur voor klaar moeten staan. En wat ook een belangrijk aspect is, is dat de mannen en jongens ook meer doen in het huishouden en zich daar meer verantwoordelijk voor voelen. U had het er straks in uw lezing over mensen die anders geaard zijn. De emancipatie wordt niet vaak geassocieerd met de man. Zou u dat een beetje toe kunnen lichten? Nou, emancipatie is emancipatie. Dus dat is bevrijding en jezelf kunnen zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor homofiele mannen en voor lesbische vrouwen. En op het ogenblik heb je dus ook veel die mensen die transgender zijn. Ja, die moeten ook kennelijk zichzelf kunnen zijn. En dat is allemaal emancipatie. Heeft niet zoveel met vrouwen te maken. De lezing over het feminisme, dus over het vrouw zelf. Er zijn nog plaatsen waar het feminisme nog niet echt en de emancipatie nog niet echt doorgedrongen is. Kunt u dat een beetje toelichten? Ja, er zijn natuurlijk veel plaatsen waar het niet doorgedrongen is. Met name in mensen van allochtone afkomst. Daar zijn een hele groepen die nog heel traditioneel zijn. En die ook niet als vrouw werken en dat is hun cultuur en ik hoop met 2 of 3 generaties dat ze ook zich aanpassen aan onze cultuur. U organiseert hier bij Huis van Katoen altijd speciale dingen, vertel eens. Ja, dat klopt. Vanuit de OVA, dat is de ouderenvereniging Almelo, organiseren we de laatste vrijdagmorgen van de maand een activiteit en dat kan heel verschillend zijn. Dat kan een lezing zijn, het kan iets creatiefs zijn. En na afloop eten we altijd met elkaar, heel eenvoudig, een broodmaaltijd. En wat we daar eigenlijk mee willen beogen is nou, een stukje informatie naar mensen toe, maar ook ontmoeting en gezelligheid. Als het gewoon 4 uur wordt, dan zien we elkaar bij de bushalte of bij de fietsen. Ja. Nou, dat wordt dus een groot feest. Weet je wat we gaan doen vandaag? Ik ga het je uitleggen. We gaan vandaag een bloemstukje maken van zijdebloemetjes en zijdeblaadjes. En we gaan alles zometeen, het eerste gedeelte, het eerste half uurtje, gaan we alles op draad zetten. Gaan jullie leren dat je ook echt wat leert, dat je weet hoe dat moet. Dat kun je ook met verse bloemen doen. En dan gaan we naar die kant heen. Dan schuiven we naar die kant en dan gaan we eten. Dan maak ik een lusje. Dat doe ik zo. En dan denk ik dat je straks het draad allemaal wel heel dik vindt, maar je moet even oefenen. En dan pak je hem vast en dan pak je het lange draadje en dan wikkel je om het steeltje. En dit kun je straks plaatsen, want we gaan straks een mooi stukje maken, maar er moet ook groen tussen de bloemetjes. En als je deze hebt, die losse, dan kun je helemaal niks mee doen, want dan krijg je niet eens in de oase. Kijk, en dat ding dat staat heel gek, maar als je hem op draad hebt staan, dan kun je er van alles mee doen. Magnolia, dat is de tulpenboom, die zijn ook heel leuk deze. Er ligt zoveel leuk spul tussen. Kijk, braampjes kun je pakken. En er is genoeg. Waar moet hij dan? Dit plaatje wil je eraf? Ja, prachtig. Dan ga je straks heel mooi maken. Ja, hartstikke goed. Dat is zeker mooi. Dat is allemaal mooi bloemjes, hè? Weer eentje. Is dit een heel van mijn bloemen? Wat is er zo bijzonder aan het kinderatelier? Het kinderatelier, daar willen we eigenlijk de kinderen mee achter de computer weghalen. Dus dat er minder gegamed wordt en minder televisie gekeken wordt. Maar dat ze ook bezig zijn, dat er wat creatiefs gedaan wordt. En dat ze wat maken, dat ze daadwerkelijk met iets naar huis gaan.
het kinderatelier is iedere maand. Ja, dat klopt. Ze hebben wel elke maand een andere activiteit. En ze bedenken elke maand iets anders. Dus de ene keer zal het schilderen zijn. Vandaag gaan we met zijdebloemen wat in elkaar zetten. En de andere keer zal het een schilderwerk zijn of noem maar op. Dat is leuk. Kijk eens, dan kun je zo doen, hè. Dan heb je hem vast klaar liggen drukken. En wat vind je ervan? Ik vind het superleuk, want ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Wat leer je zo al? Nou, hoe je bloemen zeg maar, op een ijzeren draad moet zetten. En, want dat wist ik eerst helemaal niet hoe dat moest. En ik zag het wel eerst op filmpjes en zo. En toen wou ik het ook proberen, zeg maar. Alleen dat lukte toen niet. En nu wel. En Koenten Hechelen leert het jullie uitstekend, hè? Ja, heel goed. Ja. De groep is ook heel leuk. Ja. Met al die kinderen en zo die je helpen. Jullie kunnen elkaar helpen. Kan je ook goed mee omgaan en zo. En leuk zijn. Altijd opkomen. Het kan wel leuk zijn, maar niet verplicht altijd. Nee. Niet allemaal. Nee, ze zijn niet allemaal lief. Hoe beleven de kinderen het zelf? Ja, nou, je ziet het, dit is wel heel erg leuk, hè. Het is ook wel heel erg ontwapenend om met kinderen te werken. Dit is wel heel erg leuk, ja. En ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vinden. Ja, ze knikken van ja, dus. Ik wil dat ik op de tafel breng, maar ook wel aan. Ja. Daar ben ik wel mee bezig. Ja. De achterste is gemaakt door Johnny Polman. Ja. De voorste, de sneeuwfoto, door mij. Moet u eens kijken, dames en heren. Is dat prachtig? Ja. En bij deze is dat ook de expositie geopend. Je hebt zojuist de foto-expositie van Martin Beurme geopend. Wat heb jij met de natuur? Nou ja, ik hou heel erg van de natuur. Ik waardeer het groen en ook de fauna. Zelf ben ik ook jager. En van jagers is ook bekend dat ze er veel om de natuur geven. En ook zoeken naar een balans in de natuur. Dus dat is echt genieten. Dus de foto's van de hazen die je gezien hebt, dat moet je hem aanspreken? Ja, fantastisch. En de wijze waarop Martin Beurme dat vast heeft gelegd, dat is toch fantastisch om te zien. Het is echt een heel mooi schouwspel van zo'n moe haas die dan allemaal van die mannetjeshazen, van die rammelaars achter zich aan heeft lopen. Ja, dat is gewoon een fantastisch gezicht. Het is niet de eerste keer dat jij het werk van Martin Beurme bekijkt? Hij doet dat. Hij heeft vaker dit soort dingen. Hij heeft me gevraagd nu de expositie te openen. En wat ik zo mooi vind is dat hij gaat elke dag erop uit om mooie foto's van de natuur te maken hier in de omgeving van het Beekles Groeneveld. En hij wil dat ook gaan uitleggen aan, zoals hij zelf zegt, bejaarden. Martin zelf is ook niet de jongste meer, maar wat ik mooi vind is dat hij op die manier de natuur bij mensen die aan hun appartement zijn gekluisterd naar binnen haalt. Het is een fantastisch geheel. We hebben het al eventjes gezien net. De foto's zijn fantastisch. Het moet jou veel bevrediging geven. Ja, ja. En dat is ook de doelstelling die ik heb. En ik ben blij dat ik weer zover ben. Wat heb jij voor band met vooral het Beeklust, de Vijver van de Vecht, het Groeneveld, het Beeklustpark? Nou, dat is eigenlijk langzamerhand gekomen. Ik had al vanaf 1904 een heleboel foto's. En ik moest revalideren en verder wandelen. En dat doe ik elke dag 2 uur. En dan heb ik dus gedacht, ik maak wandelroutes met mijn rollator. Elke keer een stuk. Maximaal 5 kilometer. En die bind ik aan elkaar. En nu heb ik 4 wandelroutes gemaakt. En ik had foto's voldoende ook weer gemaakt. En ik heb hulp van Johnny Polman, een geweldige fotograaf. Vooral voor ijsvogels. En ik heb alles een beetje uitgebreid met een ijsvogel van een foto van een schot. En ijsvogels.nl. En in het boekje staat nog veel meer. En daar heb ik ook het educatieve karakter weergegeven door links te maken naar allerlei onderwerpen. Je hebt een e-book ervan gemaakt. Ja. En dat heb je aangeboden aan het personeel wat hier werkt op de kinderboerderij. Ja. Waarom heb je die erbij betrokken? Omdat ik vind dat die vaak worden vergeten.
En zij zijn hier heel drukdoende om het park te onderhouden. En verder, de kinderboerderij is geweldig onderhouden door hun. En ja, ik vind de bobo's, die moet je niet altijd vooraan zetten. Die mogen best een keer achteraan. En die moeten dan ook betalen voor dat boekje, 8 euro. En als ze storten op Giro zoveel, dan krijgen ze dat boekje automatisch overhandigd. En dan vind ik dat de mensen van de kinderboerderij, alle medewerkers, die krijgen zo'n boekje gratis. Rudy Strijker, directeur van het Stadsmuseum in Almelo. Ik heb gehoord dat u weggaat. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Ik ga weg omdat ik na 18 jaar het genoeg vind. Het museum is vernieuwd, er staat een goed museum. De educatie is goed op poten gezet. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente en in de regio. Het is klaar, het is tijd voor de volgende stap. En voor dit museum, dus iemand anders mag die stap gaan maken. Wat staat hier in het museum wat nergens anders staat? Almeloze geschiedenis. En Almeloze geschiedenis ook in de zin van kunst. We hebben heel veel schilderijen. En die zijn typisch voor Almelo, zijn Almelo geschilderd. Bijvoorbeeld Evert Mol is een havenschilder uit Den Haag en Rotterdam. Hij heeft havens geschilderd, maar kwam dan ook naar Almelo om daar de haven te schilderen. Er zijn verschillende portretten van, of schilderijen van, in ons bezit en in het gemeentelijk bezit van Almelo. En binnenkort zijn die hier te bewonderen trouwens, en langdurig gebruikelijk krijg je die. Zo weten de meeste Almelo's helemaal niet dat Almelo een stad was voordat Enschede of Hengelo, dat was op Borne. Vanwege de handel vanwege het water, dat was natuurlijk heel klein, maar er was wel overslaghandel hier van die kleine riviertjes en dan via de Regen uiteindelijk naar Zwolle en over de Zuiderzee naar Amsterdam. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de zandsteen, de Bentheim zandsteen die gebruikt is voor het paleis op de Dam, via Almelo vervoerd is. En die trots hebben absoluut heel weinig Almelo's, veel te weinig Almelo's erkennen of herkennen dat of weten dat zelfs. Zij voelen zich te lang het ondergeschoven kindje en de arme stad. En dat zijn ze eigenlijk al lang niet meer. Dus ik heb ook laatst eens tegen iemand gezegd van, kom op Almelo, wees eens wat trotser op jezelf. En gelukkig zie je dat nu ook met de komst van veel high-tech bedrijven naar Almelo. Het is heel belangrijk voor de stad. Maar de basis, die laten wij hier ook zien. De vergeten basis laten wij hier zien. Dus het is wel degelijk belangrijk voor een stad als Almelo om een stadsmuseum te hebben. Welkom allemaal, ook de docenten van het Noordic en vrienden van het museum. Ja, het is een heel mooi eigenlijk dat voor de tweede keer nu een tentoonstelling wordt georganiseerd. En dat is eigenlijk, duidt dat op dat er een samenwerking is ontstaan tussen het Noordic en het Stadsmuseum. En dat is toch eigenlijk wel heel uniek, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En daar zijn wij als Stadsmuseum heel erg blij mee, want het biedt jullie ook de kans om de zaken die jullie maken, en ze mooie dingen maken, niet alleen op school te exposeren, maar in een echt museum. Het is toch wel echt een unieke kans dat wij hier in het Stadsmuseum mogen tentoonstellen. Dus nogmaals, bedankt aan de leden van het Stadsmuseum die dat hebben toegelaten. En nog beter, dat het nu in het jaar mag. En het mooie is dat je echt een verloop ziet van het begin van klas 4 naar het eind van onze klas 6. De opdrachten die we doen worden steeds vrijer. In klas 4 hebben we de opdracht gekregen dat we een fabeldier moesten maken van klei. Nou ja, die opdracht is eigenlijk een beetje voorgekoud. Je mag zelf bedenken wat je gaat maken, maar het moet van klei en het moet een fabeldier zijn. In klas 5 hebben we een opdracht gekregen, mensbeeld. Kon je kiezen mensbeeld en beweging. Nou, die interpretatie die je daarbij kan maken is al veel vrijer. Sommigen hebben bijvoorbeeld gekozen om echt hun hoofd af te beelden. En anderen hebben voor een hobby gekozen die ze leuk vinden. En in klas 6 hebben we dan de opdracht gekregen meesterproef. En nou, dit was helemaal vrij. Je mocht zelf je thema bedenken. En wat je ging maken en welk materiaal je daarvoor ging gebruiken. Dus die opbouw vond ik zelf leuk. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Door
hech wie nie so an Flantüten entdeckt, du en als dat is quo bei Professor, of net so dumm als Havestroh, i will du plezierig in ons Almelo. Oh Almelo, mein mooi Almelo, ik bin so vroeg mis wies, mit du keel doch an, so dat ik voor ik op bin, wat hoff ik op blo. De Pius Mimo en Mr. Bobo, die het maakt wel ik wen binnen, hoe of ik doe nee. Er is op de eerde gestetke wat zo, vul op mijn lika zo zijn Almelo. Bezumt je mal schijn me verroe Almelo, haal ik mijn leem lang een trouw libido. Het plaat sowieso, maar wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Nog aan toe dat ik hoor ik op binnen, wat of ik op doe. Het hekke vult ik weer, o Almelo. O Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo goed mis wies met uw keel. Nog aan toe dat ik hoor ik op binnen, wat of ik op doe. Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo.